wat betekent die mooie culturele Chinese naam? Li Xiao Ze betekent hij die even appel kon schillen. Ik help me graag even herinneren aan 2008 Olympische Spelen Beijing. Niet de nep Olympische Spelen Londen, maar allemaal flauwekul. Olympische Spelen Beijing. Grootste sportfeest, hele geschiedenis van de mensheid. Heel China, 10 jaar lang keihard gewerkt, alle vlaggen in top, alle lijntjes getrokken, zwembadjes gevuld, allemaal helemaal appiekim. Op dat moment komt een fax van de Chinese ambassade in Den Haag, Nederland, staat in Nederland, doe misschien niet mee. Er is een grote actie begonnen in Nederland, niet naar China. Paniek in China! Hoe kan dat nou? Nederland nooit een probleem gehad, altijd leuke lieve lijntje aan de Noordzee. Handelen, wandelen, handje, kontantje, koek en eilozen, geel, maneschijn, groen, groen, knollenland. Wie een potje uit varen, zat maar nooit een probleem. Nou gaan ze opeens lopen zeiken. Wat aan de hand? Op dat moment komt meteen nog een fax aan de Chinese ambassade. Daar staat de oorzaak in. Erik van Muiswinkel gaat ervoor liggen. Wat? Toch niet de Erik van Muiswinkel? Winnaar van de Leids Cabaret Festival 1985? Kunt je piffen met mij? Kunnen Olympische Spelen na nog wel doorgaan? Wat betekent dit voor de organisatie? Wat de volgende stap? Heel China paniek. Volgende ochtend, alle vroeg, grote vergadering. Chinese Olympische Comité, legertop, regering, allemaal een hele grote tafel bij elkaar. Niemand de oog dicht, de hele nacht niet. Allemaal liggen voelen, hoe moet het nou, wat is nou aan de hand? We moeten verder. Allemaal kleine oogjes aan de tafel. Voorzitter, open de vergadering met een grote hamer en een sikkel en een zeg. Politessen, vandaag hebben we één agendapunt. Wat zijn van Muiswinkel's argumenten? Zie dat de kant? Moeten we warm maken? Zie dat de warm? Moeten we kouder maken? Is de hotels niet goed? Allemaal afbreken, nieuwe hotels maken. Eten niet lekker, alle koks executeer tegen de muur. Nieuwe eten maakt mij niet uit. Wat zijn de argumenten? Op dat moment, God zijn geloof geplezen, komt er weer fax van de Chinese ambassade in Den Haag. En er staat een ingezonden brief in van meneer Muiswinkel in de Volkskrant. Wat? De Volkskrant? Oh, dan moet het wel even een dom goede brief zijn. Pas op. De voorzitter leest de brief en zegt, hier staat allemaal. Meneer Muiswinkel zegt, Nederland mag niet naar China, want China is dictatuur. China is een politiestaat. Wij pakken in China dissidenten op en we martelen ze. Oh. Hey. Ha. Vertel eens een keertje wat nieuws. China is een dictatuur. Nou, dat mag wel in de klank. Wat vertel je ons nou, meneer Maatje? We pakken dissidenten op. Ja, natuurlijk pakken we dissidenten op. Hoe moet je ze anders martelen? Moet je soms bij allemaal gaan aanbellen? Goedemiddag! Bent u dissident? Ja, mag nou! Schikt het dat we vanmiddag om 3 uur even komen martelen? Zijn we voor het eten klaar met martelen? Wat denk je zo man nou? Totale bespottelijk! Altijd vestige arrogantie, mensenrechten, mensenrechten, mensenrechten. Terwijl wij moeten overal uitleggen, we in China, we do things the Chinese way. De andere filosofie, ander systeem. Ik zeg, ga mama aan het werk. Ga de Olympische Spelen maar organiseren. Ik bel die meneer Muiswinkel of morgen wij even op. Volgende dag hebben we Muiswinkel opgebeld.
Je hebt gezegd, ja, hallo, machine! Zijn we naar Maatwinkel? Moet goed luisteren. U komt bij Nederland, ja. Nederland is 16 miljoen mensen. Bijna net zo veel als je heel Shanghai. Oh man. Zeg, is niet zo heel moeilijk voor 16 miljoen mensen mensenrechten veilig te stellen. Je kan bijna allemaal een handje geven, pakketjes strikken aan elkaar, kijk allemaal mensenrechten. Ga maar vrijheid en meningsuiting, ga maar allemaal doen wat je wil. Niet zo moeilijk. We hebben in China 1,3 miljard mensen. Dat is een ander kopje thee. Ik zei, Muiswinkel, jij moet een keer proberen 1,3 miljard mensen onder de duim te houden zonder ze te martelen. Gaat het niet worden. Wij moeten in China ijzeren vuist gebruiken, maar teugels thuis strak aantrekken. Ze moet een keer in Beijing in het Chinese parlement, moet je voor de grap, moet je een keer naar de minister-president gaan en zeggen, doe even normaal, man. Wat doen? Kom je meteen even een filmpje maken, kan je even zwaaien naar mijn familie? Ga 32 jaar naar een werkkamp toe. Ben je zo goed opgevoed, niemand ziet jou middelen. Ik zei bovendien met een meisje, ik wil een grote mond, maar wel lopen mooie Chinese schoentjes. Ja, lopen mooie Chinese iPadje, iPodje, iPadje, laptopje allemaal. Kindertjes, Muiswinkels spelen allemaal lekker met het mooie Chinese speelgoed. Daar op de Heerweg 195-21-06 MJ in Heemstede. Sofie nummer 24-25-27. Ja, maar zo had hij het dan nog nooit bekeken. Zit een mooie kind nadenken voor je brief, schrijft gek. Wij hebben in China 5000 jaar beschaving, ja. Wij hebben in China alles allang geprobeerd. Democratie, vrijheid van meningsuiting, democratische vertegenwoordiging, evenredige vertegenwoordiging, districtenstelsel, keizerrijk, koninkrijk. We hebben allemaal inspraak, allemaal geprobeerd. Het werkt niet! Dus jullie moeten zeker zo nog een tijdje doorgaan. Allemaal grote mondstukken schrijven in de krant. 35 partijen in het parlement voor de beesten en de pedo's en allemaal bij elkaar. En elke zondag, koopzondag, uitgeven, uitgeven, consumeren, consumeren. Ga lekker nog een paar jaar door. Binnen 10 jaar een heleboel sodemieten in elkaar. En wij kopen hele zaken op voor een blikje. Ik zeg, meneer Maatschappij, jullie moeten nou bezuinigen, ja? Nog een keer 6 miljard extra bezuinigen. Oh, 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 oh! Het huis is te klein! Hele kan toch niet, hele kan plan niet trekken! Hele zoontje heeft een dyslectische rugzakje, hele kan niet lezen, uitkering niet lezen straks. En het Gelders orkest moet met een minder hoop boos naar zijn nou, en de gemeentebibliotheek van Borkelo gaan we misschien de sodemieten uit. 6 miljard verdienen wij in China 5 minuutjes. Wij kunnen China hele IJsselmeer droog leggen met papiergeld, merk je niet eens. Ze hebben de mensen in weet wat jij moet doen. Nou, dat wist hij dan niet. Ze, je moet je gaan schamen. Ze, ga maar in de hoek staan. Ga maar zakken as op je hoofd doen. Ga maar 1,3 miljard excuses maken. Aan mevrouw Erika Terpstra. Aan meneer Hein Verbrugge van de IOC. Aan de Chinese ambassadeur in Den Haag. Aan Pieter van de Hoge Plank. Ga maar diep doorstof. Ga maar een jaartje of 5 naar Leiden, Chinese filosofie, geschiedenis studeren, een klein beetje begrijpen wat aan de hand is en bemoei je er niet mee! Ben je er nog? Ja, was het nog. Zeg meneer Maatschappij, ten slotte, goed luisteren. Wij in China, wij hebben een zeer oud, eerbiedwaardig Chinees spreekwoord. Wat zegt, vrijheid is het allerbelangrijkste wat er bestaat. Maar nu even niet.